In deze clip wil ik je kort kennis laten maken met de RF 85mm 1.2L lens van Canon, die speciaal geschikt is voor hun mirrorless full frame, de spiegelloze full frame camera EOS R. Hij staat in deze kennismaking naast zijn kleine broertje, de EF 85mm 1.4L IS, die dus geschikt is voor full frame spiegelreflex en ook APS-C spiegelreflex. En we gaan even kijken van nou, hoe verhouden deze lenzen zich fysiek ten opzichte van elkaar. Wat is het verschil in beeldkwaliteit? En hoe zet je ze op een camera? Want deze is dus voor spiegelreflex en deze is voor een spiegelloze camera. Dus er is wel even een verschil. Goed. Je ziet het al. Ik hoef er weinig woorden aan vuil te maken. De 85mm lichtsterk van Canon, die in 1989 ontstond met een 1.2L versie. Dat is altijd al een vrij forse jongen geweest natuurlijk, want er zit heel veel glas in om zo lichtsterk te krijgen. Destijds was die ongeveer zo hoog en misschien ietsje breder, maar er was één klomp glas. De 1.2 Mark II versie, die was nog ietsje groter, maar ook één bonk glas. De nieuwe EF 85mm 1.4 LIS die we hier zien, die werd al wat langer. Ja, er zit nog steeds veel glas in. En dan denk je van nou, dan heb ik het voor een 85mm wel bereikt. Want er is ook een 1.8 versie. Nou, die is echt mega veel kleiner. Dan heb ik het wel gehad voor een 85mm. Maar dan zie je dat die RF versie op alle fronten zijn kleine broertje overklast. En we zullen dat eens even in getalletjes uitdrukken. He, dat zie je hier voor je. Nou, die RF versie die weegt hem liefst 1195 gram. Ja, dat is 200 gram meer dan de lens die ernaast staat. Je moet je dan wel rekening houden, zou je ze allebei per spiegelloze full frame gebruiken, dan moet je met die 85mm 1.4 een adapter gebruiken. Ja, en die weegt dan nog 110 gram, dus dan wordt het gewichtsverschil wel iets kleiner. Maar goed, de diameter van die lenzen is ook duidelijk verschillend. Ja, de EF 85mm die is 90 mm qua diameter, of 89. En die RF die is 103. En dat heeft ook gevolgen voor de filtermaat. Want die is van de EF versie 77. Dat is een heel mooi maatje, want je 70-200 heeft dat. En je 24-70 heeft dat. En je 24-105. Dat is dus handig met één filter, 77 mm. Maar die nieuwe RF versie, ja, die gaat naar 82. En ik moet zeggen, er komen steeds meer lenzen met 82 mm als filtermaat. Omdat ze steeds lichtsterker moeten worden en ook scherper. Minder vignettering en dat soort zaken. Dus maar ja, dat is duidelijk wel toch weer een ander aspect. Goed, dus op dat punt zijn het al grote verschillen toch wel. En ja, qua prijs, deze adviesprijs boven de 3000 euro. En deze lens, dat is de jongen die ernaast zit, ja, die is ongeveer voor de helft, dus 1500. Dat zijn aanzienlijke prijzen voor lenzen natuurlijk. Maar ja, die 3000 is toch voor niet weggelegd voor de serieuze vrije tijdsfotograaf. Dat wordt toch meer een professional. Goed, en wat krijgt die professional dan? Ja, ik denk dat hij op dit moment de allerhoogste beeldkwaliteit koopt die je op een Canon camera of een camera in het algemeen maar kunt kopen. Het is echt waanzinnig dat zo'n lichtsterke lens, 1.2, die eigenlijk notoor ja, veel chromatische aberratie hebben en vervorming en allerlei andere lensfoutjes. Ja, dat zie je hier in deze lens niet terug. Wanneer je bij 1.2 portretten gaat maken of wat je dan ook gaat doen, het is allemaal gestoken scherp. Je ziet geen chromatische aberratie. Alles klopt aan die lens. En ja, dat is dus ook ja, de reden waarom die lens zo dat prijskaartje heeft. 3 mil is natuurlijk niet niks, maar kijk even naar dit beeldje wat we van onze testcase geschoten hebben. Nou, het klosje garen. Ik hoop dat je het verschil ziet. Links zie je de RF-versie, rechts zie je de EF-versie. Ja, daar zit toch wel een verschil. Het is zelfs zo dat bij die RF-versie kun je het raster van het drukwerk in het roze en in het lichtroze kun je zien. Dus dat geeft aan hoe scherp die lens is ten opzichte van die EF. Al is het wel zo dat ik denk wanneer je in de praktijk portretfoto's gaat maken met beide lenzen en je gaat niet per se op 100% kijken, en dat doe je eigenlijk, is dat in de praktijk eigenlijk nooit nodig, ja, dan ga je gewoon de verschil niet zien. Maar wil je wel de allerhoogste beeldkwaliteit, dan is die RF-lens ja, de enige keuze voor de pro. Hè. Goed, wanneer je dat ding dan koopt en je weet waar je hem voor gaat gebruiken,
Dan moet ik ook eens even kijken van, en hoe staat die dan op die camera? Nou, het vervelende is dat ik alleen een EOS RP hier heb. Dat is een redelijk kleine body. Want we gaan die lens maar eens op die body zetten. En ja, dan zie je dat er iets misgaat. Dat is in alle opzichten duidelijk. De camera is zo klein dat hij, wanneer je hem vlak op tafel legt, dat hij dus kantelt. Ja, dat is niet handig. Ja, er is wel iets te koop eronder dat hij wat hoger wordt, maar dan nog kun je hem volgens mij niet vlak op tafel leggen. Een EOS R, die is groter. Daar is deze lens natuurlijk veel meer voor geschikt. En eerlijk gezegd, wanneer ik ermee op pad zou gaan, zou ik daar absoluut een battery pack onder doen. Want anders loop je aan het eind van de dag met een verkrampte hand, omdat je steeds die balans die van die camera, die natuurlijk zo ligt, ja, om dat tegen te houden. Dat is niet handig. Dus je moet, deze lens hoort op een EOS R met een battery pack, niet op een EOS RP. Nou, ik heb even niks anders, dus dat zie je dus zo. Het is gewoon een hele grote lens. Zetten we nou die andere lens op deze camera, dan is hij natuurlijk kleiner, want dat hebben we gezien, maar dan heb je dus wel een adapter nodig, want dit is een EF lens op een spiegelloze full frame en dan krijg je dus dit. En ja, scheelt een paar gram, het scheelt iets in lengte, maar hij blijft, ja, toch een beetje topzwaar. Maar goed, even terug naar de prijs bijvoorbeeld. Dit kost dus 1500 euro minder dan met deze grote jongen. En deze EF lens is volledig functioneel op die EOS R. Ja, en wanneer je hier een controlring of een tussenring zou hebben met een controlring erop, dan heb je ook nog die controlring, die zo handige controlring die op al die RF lenzen te vinden is. Dus ja, dan heb je eigenlijk voor 1500 euro minder hetzelfde setje. Hoewel natuurlijk, ja, beeldkwaliteit technisch lever je iets in. Je levert een derde stopje aan licht in. Ja, en dat is dan de andere kant. Maar ja, goed, voor die 1500 euro kun je weer wel een hele mooie lens kopen. Goed, dus tot zover deze lens op deze camera. We gaan de... Want waar is die EF lens nou eigenlijk voor geschikt? Nou, die hoort natuurlijk gewoon op een spiegelreflex. Ik heb hier een 6D Mark II. Een 6D Mark II is ook eigenlijk precies de segment waar deze camera zich in bevindt. We zullen het even goed opzij leggen zo. En dan zie je, ondanks het feit dat er vaak gezegd wordt van ja, spiegelloze camera's zijn kleiner dan spiegelreflexcamera's. Ja, dat wordt dus een beetje gelogenstraft. Misschien qua body niet. Ja, maar wanneer je dus de lenzen gaat bekijken die erbij horen, ja, dan zou je bijna beter, en ook qua gewicht, want ze zijn beide even zwaar, zou je bijna beter een spiegelreflex mee kunnen nemen met een wat kleinere lens dan een kleine body met een grote lens. Maar goed, dat is voor iedereen een keuze. Het is wat het is. En dan laten we zo zeggen dat in ieder geval Canon met die nieuwe RF, 85mm RF lens, ja, toch wel bewijst dat ze ongelooflijk goed zijn in het maken van onberispelijke lenzen. En dat eigenlijk alleen maar steeds beter wordt. Wanneer je pro-fotograaf bent, dan word je hier zeker heel erg blij van. Ik zie dit bij food-fotografen, fashion-fotografen. Ik zie het bij productfotografen die de hoogste beeldkwaliteit willen hebben. Daar zie ik deze lens. Beetje vanaf statief werken. Ja, dan heb je er zit geen beeldstabilisatie in. Dat is natuurlijk wel een nadeel. Dat nadeel is er dus wel voor portretfotografen, vind ik persoonlijk. Want wanneer je hier een dag mee rondloopt, dan dus die beeldstabilisatie is dan eigenlijk wel nodig. Maar al met al, voor een portretfotograaf zal dit fantastische beeld leveren. Want ook het bokeh is prachtig. Het is gewoon een fantastische lens. Alleen het gebruik is beperkt door zijn uitvoering. En ook natuurlijk gezien zijn prijs voor een bepaalde doelgroep. Tot zover alles over de RF 85mm 1.2L van Canon.